Zelfs vrienden denken verschillend. Waarden en normen. Eerder hebben we geleerd dat waarden leiden tot normen. Je waarden en normen spelen weer een belangrijke rol in het vormen van je mening. Je mening leg je weer uit met argumenten. Argumenten leggen uit waarom je iets goedkeurt of afkeurt. Gemeenschappelijk en tegengesteld. Het kan zijn dat je hetzelfde denkt als iemand anders over een bepaald onderwerp. Je hebt dan gemeenschappelijke waarden en normen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je anders denkt, ofwel verschillend denkt over bepaalde dingen dan andere mensen. Je spreekt dan van tegengestelde waarden en normen. Een voorbeeld. Een groep mensen die voor abortus is, die hebben dezelfde belangen. Maar een groep mensen die tegen is, hebben ook dezelfde belangen. Maar die groep mensen samen hebben een conflict, want zij hebben tegengestelde waarden en normen. De overheid. Wanneer het conflict te groot wordt of te moeilijk is voor de mensen om zelf op te lossen, dan moet de overheid een beslissing nemen. Wat is nou de oorzaak van verschillen in denken en in waarden en normen? In Nederland is de Nederlandse cultuur de dominante cultuur. Maar de Nederlandse cultuur is niet de enige cultuur in Nederland. We hebben veel meer culturen in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Duitse cultuur, de Turkse cultuur en de Surinaamse cultuur. We noemen Nederland daarom ook wel een multiculturele samenleving. Maar in al deze verschillende culturen worden natuurlijk ook in de opvoeding de nadruk gelegd op verschillende waarden en normen. Dat kan een oorzaak zijn van conflicten. Subculturen. Een subcultuur is een kleine cultuur binnen de dominante cultuur. Vooral onder jongeren zijn subculturen erg populair. Op de afbeelding zie je een aantal voorbeelden van subculturen in Nederland. Zo'n subcultuur kan weer leiden tot onbegrip voor elkaar. Onbegrip kan dan weer leiden tot spanningen en uit spanningen kunnen uiteindelijk ook ruzies voorkomen. Op die manier kunnen subculturen toch leiden tot tegenstelde waarden en normen en conflicten.